zo lang mogelijk zelfstandig thuis functioneren. Dat willen we toch allemaal? Uit onderzoek blijkt dat de ouderen van nu zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen woning willen blijven wonen. In het programma werken wijkverpleging, ergotherapeut en fysiotherapeut intensief samen om ouderen in een periode van maximaal 12 weken vanaf de start van de hulpvraag te begeleiden naar zelfredzaamheid. Als voorbeeld het verhaal van een dame die als gevolg van nekletsel haar steunkousen en jas niet meer zelf aan kon trekken en ook niet meer zelf durfde te douchen. Tijdens het programma heeft ze hulpmiddelen en tips aangereikt gekregen om deze activiteiten weer zelf te kunnen doen. Ze is in een periode van maximaal 12 weken door de disciplines intensief en steeds op dezelfde manier begeleid, zodat ze snel haar zelfredzaamheid weer terug had. Bij mij zo zien we dat zo'n 70% van de ouderen die het programma heeft doorlopen weer zelfstandig is of minder hulp nodig heeft na afloop. Daarnaast zijn ze blij dat ze hun zelfredzaamheid weer terug hebben. En dat willen we toch echt allemaal. Wat ons betreft de juiste zorg op de juiste plek. Dus stem op ons.